7 maanden alweer geleden ben ik opnieuw vader geworden, dames en heren. En ja, prachtig jongetje, gezond, dat is belangrijk. Ja, dankjewel. Dankjewel. En hij heet Novel. Novel, wat betekent besneden, Novel. En ja... Laat de band verzonnen, oh, is hij weer... Ja, die zijn weg, tuurlijk. Nu 44 jaar, 2 kinderen. Maar ik was 19, toen wilde ik al kinderen. Alleen ik kwam nooit de juiste vrouw tegen die ook kinderen wilde op die leeftijd. Ik had een vriendin, die was 18 en ze zegt... Ja, maar ik heb al mijn kindje, mijn hondje. Ik zeg, mijn echte kindjes. Nee, zegt ze, dit voelt als een echt kind voor mij, Najib. Ik ken hem al, ik heb hem al 4 jaar. Ik zeg, oké. Ik denk, nou, als hij er zo uitkomt bij jou, hè? En weet je, ik hou van honden, maar dit was een chihuahua. Kennen mensen het merk, chihuahua? Dat is toch geen hond, toch wel? Serieus. Dat is een eekhoorn, dat is een kraagdier, een chihuahua is... Nee, maar... En hij had een strikje in en dan noemden ze nou Tarzan. Zo heet hij, Tarzan. Zonder batterij. Dit kun je even vragen aan mama. Oh, 10. Nou, in onze Tarzan paste een penlight, hoor. Als je hem doordouwt, ging je er zo in. Ik moest echt wennen, weet je wel. Oké. Okay. Gaat het, mevrouw? Ja. Ik moest echt wennen aan een hond. Gewoon sowieso, weet je. Als ik kwam ze bij me wonen, toen zei ze... Laat jij hem even uit? Ik zeg, ja. Wacht even, dan doe ik zijn jasje aan. Nou, jongen, echt. Ik liep voor schut in Amsterdam. Dan liep ik met een hond. Hey, Najib. Hey. Heb je een hond? Nee. Zeg, je moet naar het Vondelpark. Ik zeg, waarom? Daar heb je mensen, die hebben ook hondjes en dan kun je... Weet je, is leuk, is gezellig. Maar niet loslaten, want anders loopt hij weg. Oh. Dat zou ik nooit doen. Maar ze liet hem niet los, want hij had nooit puppyles gehad, weet je wel. Zo'n hond die gewoon niet luistert. Maar ik denk, als ik hem loslaat, dan zeg ik, Tarzan, kom hier! Dan, zo'n hond die luistert naar jouw stem dan, hè. 2 uur lang, Tarzan, kom hier, geroepen. Ik was hem gewoon kwijt, echt waar. Ik denk, nou, ik laat hem... Nee, ik moet hem terughalen. Tarzan! Hij ging de bosjes in. Ik werd gek. En iedereen riep zijn hond en die kwam, Lubas, kijk, Lubas, kijk. Lubas luistert wel. Ik zei, die van mij is doof. Avond in het Vondelpark. Ik zat in die bosjes. Tarzan, kom nou! Ik wil ook naar huis! Toen kwam er een man uit de bosjes. Me Jane. Hoor. Zee, trek je broek aan, gek. Ik zoek mijn hond. Ah, doggy style. Nee, mijn hond. Doggy style. Ik heb een vraag aan papa en mama. Sorry, papa en mama, er komt nog veel meer. We zijn het gewoon niet gewend, mensen. Marokkanen en huisdieren, we zijn het nog niet gewend. Dat is heel eerlijk. Ja, een schaap, maar ja, dus... die heeft maar een dag, hè? En de meeste Marokkanen zijn bang voor honden, dat weten de Nederlanders vaak. Daarom hebben ze vaak een hond. Ja, nee.